Hallo allemaal, ik ben Rutger en het is een tijdje geleden zeg dat ik op dit kanaal een vlog heb gemaakt. Dus het is weer tijd voor een gloednieuwe vlog, want ik weet dat jullie dat leuk vinden en ik doe het eigenlijk veel te weinig. Maar ik heb vandaag iets heel bijzonders, dus ik dacht, ik ga weer eens vloggen. Mocht je trouwens afvragen waarom ik er zo luchtig uitzie, ik heb net gesport en ik ben nog een beetje aan het nazweten. Ik ga zo direct de douche in, want ik heb haast. Want ik las op Twitter dat er twee fanaccounts van mij zijn, namelijk Nicky en Luke. En die hebben met elkaar afgesproken in Rotterdam vandaag. En ik vind het zo tof dat kijkers niet alleen naar mijn films kijken, maar dat ze ook, zeg maar, vrienden worden met elkaar. Echt, het is echt de familie. En ik dacht, ik wil ze vandaag eigenlijk bedanken voor wat ze allemaal doen. Want ja, dat is echt ongelooflijk. Die support altijd en leuke tweets als je zo'n heel fanaccount beheert. Dus ik ga ze zo meteen opzoeken. En ik moet echt heel erg haast, want ik moet de douche in. Ik heb hele leuke verrassingen in petto. Ik ga nog niet zeggen wat, dat zullen jullie zo meteen vanzelf zien. Dus ik ga me haasten. Let's go! I made it! En ik kwam met een oud klasgenootje waar ik bij in groep 1 op de basisschool heb gezeten. Tegen. Echt super leuk om haar weer even te zien. Maar ik kan niet inchecken met mijn OV-kaart bij de trein. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik ga even zwart rijden, want ik heb geen keus. Sorry! Oh, super leuk. Kijk dit, ik krijg een tweet dat ik in de Cosmo Girl staan. Maar dit is echt best wel raar, want hier zie je dus, ik sta in de Cosmo met de mededeling dat ik in de Cosmo sta. Dus het is een beetje Inception. Cosmoception. Hallo in Rotterdam Centraal. Yes, als het goed is, staat hier, ja ik zie hem al, Richard staat op me te wachten. En die kennen jullie misschien nog van de Parijs vlogs. En we gaan samen dus Nicky en Luke verrassen. Maar ik ga nu, wacht, ik ga anders eerst Richard verrassen. Daar staat hij. Shit, hij keek. Oh, wat een verrassing. Goed hè? Nou, ontzettend. Nou. Hallo. Hallo. Het schijnt dat ze in Zuidplein zijn. Oké, dus we moeten de metro pakken. Bij de Primark zijn we naartoe moeten, ja. Oké. Nou ja, maar kijk, ik zal even iets laten zien, Richard. Ja. Als ik wil inchecken. Inchecken niet boven, maar er staat echt 50 euro op of zo. Dus ik heb net zwart gereden. Ja. Ja. Wow, en dat durf je gewoon gangster, te zeggen. Hè? Ja. Maar laten we gaan. Ik krijg wel weer een beetje Parijs vibes van de metro samen hoor. Richard? Het is net Parijs hier. Het is net Parijs. Rotterdam. Nee. We zijn op Zuidplein en we gaan ze nu zoeken. Het schijnt dat ze bij de Primark zijn. Spannend. Ik vind het nog spannender dan zij zelf, denk ik. Ik hoop dat ze het leuk vinden. Daar is het. Oh my god. Ik ben echt zenuwachtig. Ik weet niet of jij het spannend vindt. Nee, eigenlijk niet. Oh. Maar je hebt zo'n krant nodig. Ja, met die gaten. Gaten erin. Oh shit. Nou ja, ik hoop dat het goed gaat. Nee. Het probleem is alleen, ik ben heel erg lang, dus ik val heel erg op. Ik ga gewoon vanaf de zijkant een beetje kijken hoor. Het beste idee ooit van Richard, we gaan ze laten omroepen dat ze naar de balie moeten komen omdat ze iets is gevonden van ze. Gaan we. Ik zag ze, op de roltrap waren ze. Kom, we gaan achter ze aan. Ja, shit. Ze staan daar. Oh my god, ze staan daar, ze lopen daar. Ze lopen nu de roltrap af. Oh my god, shit. Oh, dan kunnen we ze niet meer laten omroepen, maar dan gaan we ze gewoon nu verrassen. Ze keek bijna op. Oh my god. Wat gaan we doen? Wat is het leukste om te doen? Kijk. Dit is heel gek. Ik liep echt zo heel lang achter jullie. Ik zag jullie in een camera en ik denk, wat de fuck is er aan dit komen kwijt? Verrassing! Oh, dit is echt heel erg. Ja, dat is oh, hoi. Oh mijn god. Oh, ik heb ook een knel onder. Oh mijn god.
Verrassing. Maar toen kwam ik jullie tegen op de roltrap. Jullie gingen naar beneden, ik ging naar boven. En ik vond het zo. Ik heb jullie nu gestalkt vandaag eigenlijk door te achterhalen waar jullie waren. En ja, ik ben gewoon een hele grote stalker. Ik had in alle haast na het sporten nog niet eens kunnen eten. Dus ik heb een heerlijk broodje. Surinaamse kip. En jij hebt kaasbroodjes? Ja. Heerlijk. Nou, eet smakelijk. Dit is het beste snoep dat bestaat, jongens. Zijn het er genoeg? Ja, wel. Okay. Ja, die een tip, altijd eerst de gesuikerde snoep nemen en dan pas niet gesuikerde, want het suiker zakt naar beneden. Dat is echt te kennen hier. Ja. Oh, you're doing it wrong dus. Ja, maar dit is gewoon lekker. Ja. Dit is zo'n handmodel. Ja, deze. Heel veel. We hebben een heerlijke zak snoep gevuld voor straks. Waar we precies nodig voor hebben, dat merken jullie vanzelf. Ja. We zijn nu op Zuidplein en we gaan weer even naar Centraal. Ik weet niet precies wat we gaan doen eigenlijk, maar dat zien we wel, toch? Ja. We zijn inmiddels in de Mediamarkt met een missie. Ik wil namelijk tegen hun dansen. Dus kijk, we zijn hier al bij de dance stand. Let's do this. Wat leuk. Zoals jullie weten kan ik niet dansen, maar dit apparaat bevestigt het nogmaals, want kijk. Hij doet het gewoon niet. Ik, ook al doe ik mijn hand omhoog, hij start gewoon niet. Dus mijn bewegingen worden gewoon niet herkend, zelfs niet door de Xbox, helaas. Dus het gaat niet door. Als je nog een lekker ijsje wil halen, moet je het hier doen. De duiven vinden het lekker. Dat was echt mega ranzig. Koop geen ijs hier, want je wil geen duif toch bij je ijs. Gadver. Dit shirt is echt fabulous. Bij River Island. En hij kost €25. Best wel duur eigenlijk. Nee. We hebben net nog eventjes wat gewinkeld en zo. Maar dan is het nu tijd voor de eerste verrassing. Nou ja, verrassing. Ik maak het nu wel heel erg groot. Maar ja, het is inmiddels begint het al een beetje avond te worden. En ja, daarom neem ik jullie nu mee uit eten. Echt? Ja, op, ik trakteer. Dus, echt wel lief. Ja. Ze gaan lekker even ergens wat eten. Oh, dat is het toch? En daar is het! Nee, we gaan even naar een restaurant. Ja. Cheers. Dit ziet er heel vies uit, zo, maar het is heel erg lekker, kijk. Ja joh, je hebt zat, hé. We hebben allemaal iets anders. Nou, eet smakelijk! Ja, dankjewel. Hebben jullie lekker gegeten? Ja. Was het lekker? Ja, lekker. Nou, dan komt nu de tweede verrassing. Nog iets bedenken voor na het eten. En het liefst had ik met jullie bijvoorbeeld Frozen gekeken of zo. Ja, die draait nu niet, maar Cinderella draait nu wel. En voordat Cinderella begint, ja, Frozen 2. De mini Frozen film. Dus kijk, we gaan met de Niels te vieren. Oh, wat vet leuk. Leuk? Ja, echt hoor. Nou, kom. Ik voel me wel een beetje Henny Huisman vandaag hoor. Met een surprise, surprise. Het was Richard's grap. Daar gaan we! Snoep check. Drinken niet check, maar maakt niet uit. Dat zijn we vergeten. Heb je er zin in? Ja. Heb je er zin in? Ja. De film is inmiddels afgelopen en als ik heel eerlijk ben, was ik blij dat Frozen voor Cinderella kwam, want dat maakte het nog een beetje goed. Richard vond hem wel heel erg leuk. Wel, Richard heeft erg genoten, maar ik vond hem eerlijk gezegd, hij is echt wel voor kinderen. Want de meeste Disney films, weet je, die zijn voor iedereen leuk, heb ik het gevoel. Althans, dat zeg ik dan altijd tegen mezelf, maar dit ging mij echt wel een beetje te ver. Dit vond ik iets te kinderachtig. We gaan deze scène echt overdoen. Nee hoor, het gaat er wel in. Ik zeg gewoon eerlijk. Weet je, iedereen heeft toch zijn mening? Maakt het niet uit. Als jij het tof vond, weet je, dan, om naar jurkjes te kijken en naar feetjes. Okay, nou is het klaar. Het was fantastisch. Echt een stoere film. Ga erheen. Vanmorgen had ik wel problemen met mijn OV-kaart en Richard heeft het net allemaal opgelost hier bij de NS-automaat. Dus ik kan gewoon lopen twee in te checken hoor. Dus het gaat weer allemaal helemaal goed in mijn leven. Laten we een ijsje gaan halen. Hebben jullie daar zin in? Ja. Want hier zit een Ola Swirl. En als ik ergens gek op ben, is het Ola Swirl. Dus... laten we dat doen. Nou, dan zit de dag er alweer op eigenlijk. IJs is ook inmiddels daar ergens. En Nicky en Richard hebben zometeen dezelfde trein. Dus jullie gaan er zometeen af en door. Ja. Nou, vond je het leuk vandaag? Ik vond het best super leuk. Ja? Ja. Het is heel leuk.
Gelukkig. Ik krijg nog een knuffel natuurlijk. Oh. Zo. Ja, Richard, jij natuurlijk ook een knuffel. Zo awkward. Ik ben niet van harte in ontvangst. Sorry. De zeldzame beelden van Richard die rent. Richard kan wel rennen, blijkbaar. Hij mist de trein. Ja, daar gaat hij! Oh mijn god. Nee! Rennen, rennen! Rennen, snel, snel, snel! Oh! Dit is zo dramatisch. Nee, maar oh. Ik heb Richard nog nooit in mijn leven zien rennen. En ik ken hem al behoorlijk lang. Nou, ik ben er helemaal kapot van. Ja, hoe was het? Neem nog even ijs. Oh, kijk, ze gaat nog proberen. In te doen! Wat is nee, zo. Ja. Gekke toeristen die denken. Jesse zei dat ik in de trein moest springen. Dus. Oké, okay, maar we hebben nog even. Ik heb veel mensen vandaag gezien op het station, maar deze sport echt niet. Ik wil dat je dit online hebt gehoord. Ik heb een nieuwe screensaver. Het is nu echt tijd om afscheid te nemen. Ik ga samen met Luke in deze trein. Dus nog een keer een knuffel. Ja. En jij krijgt een knuffel meer, Richard. Doei! Kom op, snel! Ja, ik zie het alweer gebeuren dat we deze trein ook gaan missen. Oké. Okay. Een dramatische afscheid. Doei! Stay fabulous! Doei! En toen zat ik weer op de plek waar ik vanmorgen de vlog begon. Het was echt een geweldige dag en ik hoop dat Nicky en Luke het ook leuk vonden. Maar volgens mij vonden ze het wel leuk, want alleen die reactie al in de Primark. Luke sprong letterlijk een gat in de lucht en Nicky was ook helemaal overdonderd. We hopen ook dat jullie het leuk vonden om deze video te zien. Het liefst zou ik dit met jullie allemaal doen. En het kan ook wel soort van binnenkort op Feed en op de Dutch YouTube Gathering. Ik ga naar beide events, dus ik hoop nog veel meer kijkers daar te gaan zien en te ontmoeten en te knuffelen. Daar heb ik echt super veel zin in. Ik hoop dat je dit een leuke video vond om naar te kijken. En dat je het ook weer leuk vond dat ik weer een keertje ben gaan vloggen op dit kanaal. Want het was echt veel te lang geleden. Dus ik zou zeggen, als je meer vlogs wil zien, doe even een duimpje omhoog. Dan beloof ik dat ik vaker weer ga vloggen. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie natuurlijk donderdag gewoon op mijn hoofdkanaal. Maar tot die tijd. Ik heb een hond tekort. Help. Stay fabulous. Doei. Je moet nog even iets anders voor bedenken op mijn tweede kanaal. Als je suggesties hebt, laat het even achter op dit kan oplossen. Want ik kom een hond tekort. Nou, doei.